In de technieksector doen we er alles aan om vakmensen te vinden. Dat betekent ook dat we zuinig moeten zijn op onze mensen. Verzuim en uitval willen we zoveel mogelijk voorkomen. De overheid is begonnen met een nationaal actieprogramma, wat eigenlijk heel breed kijkt naar veiligheid op straat, bij de sportvereniging, maar dus ook op de werkvloer. Ik ben zelf aangesteld als regeringscommissaris om eigenlijk twee dingen te doen, daarover te adviseren. Maar ook om het maatschappelijk gesprek erover te starten, hoe we op een prettigere manier met elkaar om kunnen gaan. Welk gedrag hanteren we nou zelf? En is het een veilig werkklimaat voor iedereen? Of is er sprake van een cultuur die misschien niet helemaal eigentijds is? Vandaag ging het over de rol van vertrouwenspersonen. Wordt er gemeld of niet? Dat is vaak nog niet zo, omdat mensen dat ook nog niet durven. Sommige bedrijven hebben een interne vertrouwenspersoon. Medewerkers kunnen daar terecht als ze last hebben van een hoge werkdruk, pesten, intimidatie of discriminatie. Vaak werkt dat goed. Maar het komt ook voor dat werknemers het lastig vinden om hun zorgen te bespreken met iemand binnen het bedrijf. Ze gaan makkelijker in gesprek met een externe vertrouwenspersoon. Veel bedrijven zijn daar nu mee bezig. Hoe maken we het een stukje veiliger op de werkvloer? En daar kan een vertrouwenspersoon ontzettend bij helpen. Nou, de interne kan je zien dat hij toch stiekem misschien onderdeel uitmaakt van de cultuur. Die ja, rapporteert of toch aan een directielid. En extern is helemaal los van Alphatech, maar toch bekend met Alphatech. En daardoor wel een goede toevoeging. Nou, het is mooi om te zien dat Techniek Nederland Verzekeringen dit mogelijk heeft gemaakt. Het is een prachtige financiële voorziening die vanuit die middelen beschikbaar wordt gesteld om iets te doen ten goede van de sector in zijn totaliteit. Voor ons was financiële ondersteuning vanuit Profonds niet de drijfveer. Maar ik kan me wel voorstellen dat er bedrijven zijn van een kleinere omvang in deze sector die denken, fijn dat die ondersteuning er is, die kan ik wel gebruiken om dit mogelijk te maken. Die mogelijkheid kunt u als werkgever voortaan gratis aanbieden. Via Profonds staan externe vertrouwenspersonen klaar om uw medewerkers te ondersteunen. Op onze website vindt u alle informatie. U kunt uw bedrijf daar ook meteen aanmelden. Dat patroon van die klassieke mannenwereld is aan het verdwijnen. En ik zie dat heel veel bedrijven aan het nadenken zijn over de vraag, hoe kunnen we ook het samenwerken met vrouwen, met andere groepen in diversiteit ook cultiveren. En hoe creëren we een nieuwe, veilige werkcultuur. Wij vonden dat deze stap daarbij hoorde bij die professionaliseringsslag. Profonds draagt bij aan gezonde bedrijven met gezonde medewerkers. Samen maken we onze sector nog aantrekkelijker.